Stromboli gaat over Sarah, die terechtkomt in een scheiding. En dat brengt allerlei jeugdtrauma's boven bij haar. En zij besluit op retreat te gaan op Stromboli, het vulkaaneiland. En daar ontmoet ze allerlei soorten mensen. En hoe dat afloopt moet je lezen in Stromboli. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie het vinden.